Die mensen die alleen maar kunnen roddelen. Gewoon alleen maar leugens daarbij ook aan het verspreiden zijn. Misschien ook de waarheid. Waar ook de kleine witte leugentjes om zo een beeld te kunnen vormen. En gaat het echt alleen maar om het roddelen ook? Mensen die dat snappen. Is het echt... Sommigen zitten nou eenmaal een soort van zielsconnectie. Misschien heeft dat zelfs wel te maken... Niet alleen met het verleden, maar misschien zelfs wel naar incarnaties toe. Maar ze zijn niet wakker aan het worden, want ze hangen in haat. Ze spreken niet de waarheid, hebben ergens angst, schaamte of zo voor. Gewoon alles maar om iemands journey te slopen. Maar vooral de dingen die niet waar zijn. Dat gebruiken om dingen te verpesten, invloed uit te oefenen. En daardoor andere mensen gewoon een hele verkeerde indruk gaan krijgen van iemand. Ben ik nog veelzijdig ook? Yeah. Maar het is ook gewoon, je wordt er moe van na een tijdje. Het is echt, als je niet boos wil doen, dan loopt het op. Willen ze je naar stress, willen ze je naar depressie, willen ze... Naar heel erg verraad aan doen waarbij je eigenlijk gewoon gerechtigd bent om dat te beantwoorden. En dat doen ze op zulke manieren dat dat naar beantwoorden gaat. Maar dat betekent dat je de wet aan het overtreden bent. Ze zijn nu met hele kleine steekjes elke keer bezig om je naar een bepaald punt te jagen. Nou, ik heb gezien, ik mis niemand. En als ik naar sommige mensen kijk wat ze om hun heen hebben hangen, zullen degene moeten zijn en gaan zijn die mij gaan missen. Het is alleen maar fake om hun heen. Iedereen waar ik mee bezig was, mee heb gestreamd, hier binnenkwam, was ik serieus bij. Waren mijn intenties, die waren puur. Dat dingen niet helemaal goed voelden, ik daarom iets meer afstand, jou niet helemaal vertrouwde, niet helemaal... Je alles vertelde, dat ligt gewoon nou eenmaal aan hoe jij aan het gedragen was. En zelfs daarmee liet ik jou gewoon niet in je waarde. Nou, was jij stiekem aan het spelen. Zo zijn echt mensen gewoon alles om me heen wezen vertieven. Van vrienden naar buren. En is tegelijkertijd zijn ze allemaal vetgierig voor geld. En afgunst en... Kut leven, dus lekker op Vidaire meelopen trollen vinden ze ook leuk. Ik heb gewoon gezien wie er niet achter me stond. En als jij om je heen kijkt, zie je wie er niet voor je staat om jou te beschermen. Zie jij wie er achter je staat om jou alleen maar in je rug te duwen voor de leeuwen te gooien. Of voor de wolven te gooien. Nou, mensen gaan doorhebben dat ze die leeuw zijn, die tijger zijn. Niet zoals een poesie aan het gedragen zijn. Nee, in die angst hangen. Maar ook gewoon ophouden met het belachelijke gedoe. Leuk als je even aandacht wil zoeken. Maar als dat belachelijke gedoe jij is, dan ben je niet veelzijdig. Dan... Nou, er wordt gewoon een heleboel ontkend. Mensen zijn emoties niet aan het uitspreken. Het is echt alleen maar energievampieren en dat dan daarvan genieten. Niet zozeer omdat iemand met mij vrienden wou zijn, of met mij kennissen wou zijn. Of hey, met hem ga ik streamen, dat is leuk, gezellig, die lift mij omhoog. Nee, het is echt alleen maar stelen. Ik heb gezien, het is gewoon wat het is. Doet mijn eigen geheugen, die doet het gewoon goed. Dus weet ik met iedereen. Het laatste gesprek die ik met je heb gehad. Hey, of dat nou zo via de camera was of gewoon in het echt. Dan ben ik niet chats en mails aan het meerekenen. Weet ik bij iedereen het laatste gesprek wat ik met ze gevoerd heb. Maar allemaal daar waar ik weg van ze liep. Of de laatste gesprek op camera. Ze allemaal heb uitgelegd. Dit is wat nu gaat gebeuren. Sommige mensen ik veel meer heb verteld hoe de toekomst eruit gaat zien. En die allemaal weten dat het die kant op gaat.
Heel leuk dat jullie toneelstukjes opbouwen die dus ook gebeurd zijn. Maar zelf ook wel weten dat ook daar waar jullie niet aan het vissen, poezen, toneeltjes aan het bouwen waren, ik dat ook gezien heb en dat ook allemaal aan het gebeuren is. Er zit iedereen echt alleen maar in mijn energie te hangen. Heb ik gezien? Wie waar is? Wie vies verraad is? En heb ik echt wel gewoon gezien. Als je weet wie de roddelaars zijn, maar je laat ze in hun waarde, weet je toch gewoon wie de roddelaars zijn? En zo is het met alles wat ik in hun waarde heb gelaten, waar totaal geen respect voor mij had en ik hun echt niet kan vertrouwen. En zometeen wanneer we gaan bouwen, heb ik niks in de weg wat me verraadt.